vroeger ging het om ons. Vroeger ging het om ons. Of het gaat om ons, was hoe het vroeger was, voor we God leren kennen was. Het gaat om ons. Het gaat om ons, omdat God zoveel van ons hield, het op zoek was naar ons. En hij koos ons uit om hem te leren kennen, om een relatie te gaan met hem. En het ging dus om ons. En het ging ook om ons, omdat we leefden zoals vele mensen in deze maatschappij, dat het om ons ging, om onze plannen en onze ambities. Maar eigenlijk gaat het om God. Als we tot geloof komen, als we christen zijn geworden, als we gezegd hebben, ja, ik wil op pad gaan met God, dan gaat het om God en gaat het niet meer om onze plannen, maar om Gods plannen. Niet onze ambities, maar Gods ambities. Niet onze financiën, maar Gods financiën. En het gaat ook om anderen. Het gaat om anderen. Het gaat om hoe kan ik anderen bereiken met het evangelie? Hoe kan ik helpen om mensen zich thuis te voelen in de kerk? Hoe kan ik een leven leiden dat anderen aanspreekt, dat inspireert tot geloof? Hoe kan ik een leven leiden van een zegen in plaats van eerder gezegend te worden? En het sleutelvers van deze serie en voor dit thema, dat we vorige week ook al bespraken, is de tekst in Galaten 5:13 van Paulus, waar hij zegt, vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. God wil dat jullie als vrije mensen leven. Veel mensen geloven niet dat God wil dat ze als vrije mensen leven. Veel gelovigen geloven niet dat zij geroepen zijn om als vrije mensen te leven. Ze denken, we moeten leven met regeltjes en met wetjes en we moeten van alles en we mogen niks meer. Maar God wil dat je als vrije mensen gaat leven. Ook ongelovigen of mensen die nog op zoek zijn naar God, ervaren dat zo niet en denken, ik moet van alles achterlaten als ik tot geloof kom. Ik moet dit en ik mag niet meer dat, dus ik ga mijn vrijheid moeten opgeven. Maar Paulus zegt duidelijk, God wil dat jullie als vrije mensen gaan leven, vrije mensen. Maar we leven niet als vrije mensen om onze zin te doen, nee, geen selfies meer. Gebruik die vrijheid niet om toe te geven aan slechte verlangens. Andere vertalingen hebben het vlees, onze eigen behoefte, onze eigen wens, onze eigen verlangens. Nee, gebruik ze om liefde voor elkaar te zorgen. Om met liefde voor elkaar te zorgen. En daar gaat eigenlijk heel de serie geen selfies meer over. Om met liefde voor elkaar te zorgen. En dit klinkt misschien heel moeilijk of heel hard of ontmoedigend, maar we zagen vorige week dat sociologen hebben ontdekt, niet-christenen, sociologen hebben ontdekt dat de gelukkigste mensen zijn zij die het verschil maken in de levens van anderen. Het zijn niet de superrijken, het zijn niet de mensen die vrije vogels zijn en doen wat ze maar willen. Nee, het zijn de mensen die het verschil maken in de levens van anderen, die door sociologen ontdekt zijn, dat zij de gelukkigste mensen zijn. En vorige week zagen we dat nog kennis, nog vrijheid, nog ons eigen belang ons gedrag zou moeten bepalen, maar liefde voor de ander. En vandaag gaan we nog een stapje verder. Vandaag gaan we het hebben over het thema vrijgevigheid. Vrijgevigheid. En we gaan een heel stuk lezen in Rut 2. En Rut is een van de misschien mooist geschreven stukken uit de Bijbel, een van de mooist geschreven boeken. Het is een mooi stukje proza, een mooi verhaal. Het is een verhaal van gewone mensen ook. En het speelt zich af 1000 jaar voor dat Jezus naar de aarde kwam, in de tijd van de rechters of de richteren, afhankelijk van de vertaling die je gebruikt. Het was een hele moeilijke tijd, een heel donkere tijd voor Israël. En we komen in een stad Bethlehem terecht, toevallig de stad waar Jezus geboren werd. En we gaan een gewoon doorsnee gezin bekijken. Geen Bold and the Beautiful, eerder thuis- of familieniveau. Dus, en ik heb gevraagd aan een aantal Vlaamse acteurs om te figureren. Dus we hebben Elimelech en Naomi, dus dat is het gezin waarover het gaat. En ze hadden twee zonen, Kilion en Machlon. En volgens mij waren Elimelech en Naomi Star Trek-fans. Want anders verzin je geen naam als Kilion en Machlon. Nu, het zijn hele coole namen, ik weet het, maar ik zou ze toch niet geven aan uw kinderen. Want Kilion en Machlon betekenen eigenlijk zieke en stervende. Is misschien niet de ideale naam. Nu, in elk goed verhaal moet een drama zitten. En dus een drama gebeurt, er is een hongersnood. En zij besluiten om te verhuizen 80 kilometer verderop naar Moab. Nu was dat niet misschien zo de meest gelukkige keuze, want Moab was nogal een redelijk seksueel pervers volk en zij dienden ook afgoden. Dus dat was nu als Israëliet, als Jood, nu niet echt het volk waar je naartoe zou verhuizen. Maar goed, er is hongersnood en zij besluiten om naar daar te gaan, omdat daar nog genoeg voedsel was.
En onze twee heren Kiljon en Machlon, die vinden daar twee vrouwen, twee Moabitische vrouwen, met name Orpa en Rut. Orpa en Rut. En alsof het drama nog niet groot genoeg is, sterft de paterfamilias en wat later sterven ook de twee zonen. Drama ten top, een geweldig idee voor een film of een soapserie. Maar in ieder geval, op een gegeven moment hoort Naomi dat de hongersnood opgelost is. En dus zij zegt, goed, ik ben hier niet thuis, dit is niet mijn volk, dit is niet mijn God. Ik ga terug van waar ik vandaan kom, niks bindt mij hier nog. De twee schoondochters Orpa en Rut hebben zoiets van, ja, wij gaan met je mee. Maar Naomi zegt, ja, maar jullie zijn van hier. Jullie familie is hier, jullie land is hier, jullie God is hier. Dus waarom zou je met me meegaan? En Orpa denkt, ja, that does make sense. Dus ja, zij blijft die Moab. Maar Rut is het type die zegt, nee, waar jij gaat, ga ik. Waar jij gaat wonen, ga ik wonen. De God die jij volgt, wil ik ook volgen. En dus zij besluit om samen met Naomi terug te keren naar Bethlehem, weg van Moab. En dus daar komen we ongeveer in het verhaal terecht. We lezen in Rut 2, we beginnen bij vers 1. En op een dag zei Rut tegen Naomi, de boeren zijn koren aan het maaien, ik wil graag naar het land gaan en koren oprapen dat na het maaien is blijven liggen. Ik ga alleen maar koren oprapen bij een boer die dat goed vindt. Nu, je moet weten, in die tijd was de man de kostwinner. De man was de beschermer, de man was de kostwinner. Dus het was de vader of de zoon of de broer. Maar er was geen man meer. Rut en Naomi waren zonder man in hun gezin. Schoonvader was overleden, vader. Schoonvader was overleden, man was overleden. De man van Rut was ook overleden. Dus ze hadden geen man. Dus ze hadden geen inkomen, ze hadden niks in de frigo, niks op de rekening. Ze waren helemaal bloed. Ze hadden helemaal niks, geen bron van inkomen. En het Oude Testament voorzag erin dat God zei wel, kijk, het koren rapen, dat was eigenlijk een beetje het OCMW vandaag de dag. Dat was een beetje de voedselbank, de voedselbonnen, de voedselpakketten. Dus God had het zo ingesteld van, ja, kijk, het land is eigenlijk van mij, zei hij tegen landbouwers, maar je mag het gebruiken op voorwaarde, ik zal zorgen voor oogst, op voorwaarde dat jij iets laat liggen voor de arme mensen, voor de wezen, voor de vreemdelingen, voor zij die geen inkomen hebben. En dus dat was een beetje wat Rut zei tegen Naomi, ik zal koren gaan rapen, met andere woorden, ik zal voedsel gaan zoeken, ik zal eten gaan zoeken. En dus Naomi zei, dat is goed kind, doe dat maar. Rut ging dus naar het land en toevallig kwam ze op het land van een man die familie was van Naomi en Elimelech. En die man heette Boaz. Hij was rijk en belangrijk. En het gaat eigenlijk over Boaz een beetje vandaag. Later zullen we zien dat Boaz en Rut komen te samen. Daarmee wordt Boaz al een beetje geïntroduceerd in het verhaal. Maar de focus voor deze boodschap gaat een beetje naar Boaz focussen. En dus na een poosje kwam Boaz zelf vanuit Bethlehem naar het land. Hij groette de knechten die aan het maaien waren en zij groette terug. Het moet een leuke baas geweest zijn, want in die tijd was het niet zo vanzelfsprekend dat de knechten begroet werden en de knechten begroeten hem ook nog eens terug. En ze waren aan het maaien en zij groette terug. En toen vroeg Boaz aan de knecht die de leiding had, wie is die jonge vrouw daar? Dat is een buitenlandse vrouw, zei de knecht. Ze is met Naomi meegekomen uit Moab. Ze verzamelen koren dat na het maaien blijft liggen. En zij heeft gevraagd of dat mocht. Vanmorgen vroeg was ze hier al en ze is de hele dag bezig. Ze is maar heel even gaan zitten. Boaz ging naar Rut toe en zei, luister eens, Rut, je moet niet naar een andere boer gaan. Blijf hier op het land bij de vrouwen die voor mij werken. Loop maar achter hen gaan en ik zal tegen mijn knechten zeggen dat ze je met rust moeten laten. Let jij maar op het koren dat op de grond gevallen is. En blijf dicht bij de andere vrouwen en als je dorst hebt, kun je water halen bij de knechten. Het eerste puntje voor vandaag, het eerste wat ik wil duidelijk maken in deze preek, het eerste wat je kan invullen op je outline, is Boaz was vrijgevig met medeleven. Het gaat over vrijgevigheid vandaag en het eerste kenmerk, Boaz was vrijgevig met medeleven. Kijk, als we teruggaan naar vers 8, zegt hij, je moet niet naar een andere boer gaan.
Je moet niet naar een andere boer gaan. De eerste wat medeleven dat Boas had, wist: het is verschrikkelijk, of het moet verschrikkelijk zijn voor een vreemdelinge in een vreemd land, waar je eigenlijk buiten gekeken wordt, want jij was van die Moabieten en jij komt eigenlijk ons eten inpikken. Dus het moet moeilijk geweest zijn om de stap te zetten om naar het veld te gaan, koren te gaan ophalen, want het tekende dat je niet wel gesteld was, je geen man had, je geen inkomen had, je bloed was, geen eten in de frigo had. Het was eigenlijk bijna vernederend om naar het veld te moeten stappen. En dan ook nog eens als een vreemde vrouw in een vreemd land. En Boas die had medeleven. Je moet niet naar een andere boer gaan. Blijf maar hier. Pak hier maar wat je nodig hebt. Je moet niet alle boeren afgaan, want dat is niet zo prettig. En ik moet zeggen, dat doet me denken aan iets uit mijn eigen leven of eigen ervaring. Kijk, Brenda en ik zijn deze kerk begonnen zonder geld en zonder mensen, zonder locatie. En dus een van de dingen die we deden buiten mensen zoeken om samen ons aan de kar te trekken, was ook gaan fundraisen. We moesten geld ophalen. Alles wat u hier ziet moest betaald zijn, uiteraard. En dus we zijn vele kerken gaan contacteren in binnen- en buitenland en gelovigen gecontacteerd om te vragen: wil je onze visie steunen? Dit is onze visie. We willen verandering brengen in deze stad, verandering in het land. We willen graag dat meer mensen in België tot geloof komen. En wil je ons helpen door financieel te investeren? Nu, ik had liever gehad dat er één kerk was geweest die had gezegd van: ja, hier is 25.000 euro, doe maar. Maar het was gewoon, je moest heel veel mensen contacteren en heel veel kerk contacteren. En ik vond fundraising een van de moeilijkste dingen om ooit te doen. Ik ga niet zeggen dat het vernederend was, helemaal niet. Want oké, je staat achter je visie, je gelooft in iets, je gelooft dat God jou geroepen heeft om iets te doen. Maar het was toch niet makkelijk. En het was fijn geweest dat er iemand anders gezegd: je moet niet naar een andere boer gaan, je moet niet naar een andere kerk gaan, je moet niet naar een andere gelovige gaan. Ik zal de cheque wel schrijven. Dus ik begrijp heel goed wat Ruth meemaakt. En ik begrijp heel goed dat Boas ook dat medeleven had naar Ruth toe. Het volgende is dat hij zegt: blijf hier op het land bij de vrouwen die voor mij werken. Bij de vrouwen die voor mij werken. De vrouwen die voor mij werken. Het was niet de vrouw, andere vrouwen die voedsel kwamen oprapen. Nee, hij zei: bij de vrouwen die voor mij werken. En het leuke is dat hij ook besefte dat zijn vreemdelingen was in een vreemd land. Hij kon meeleven en hij zei van: je kent hier niemand, je hebt geen vrienden, je hebt geen kennissen. Het moet niet fijn zijn voor jou en ik zorg dat jij vriendschappen kan opbouwen, dat je ontvangen wordt in deze groep, dat je bij mensen thuis hoort eigenlijk. Dat je aanvaard en geïntegreerd wordt. Hij zei ook: ik zal tegen mijn knechten zeggen dat ze je met rust moeten laten. Hij dacht: dit is een mooie, alleenstaande vrouw en ik ken mijn werknemers, die gaan weer achter die vrouw zitten en dat wil je niet. Kijk, je hebt je man verloren, je hebt je schoonvader verloren, je bent in een vreemd land. Hey, laat dat meisje eventjes met gerust, laat haar even tot op haar gemak komen. Laat haar even gerust. Dus hij zorgde dat zijn knechten haar gerust lieten. En dan zei hij ook: let maar op het koord op de grond is gevallen. Met andere woorden, neem maar wat je nodig hebt en zelfs als je dorst hebt, dan kan je dat gaan halen bij mijn knechten. Hij begreep, onze vriend Boas begreep, dat ze noden had, dat Ruth noden had. En dat er in haar noden moest voorzien worden. Het was niet zo van: ja, ik voel met je mee. Oh ja, erg voor jou, en trek je plan verder. Nee, hij voelde mee en hij zegt: we gaan voor jou zorgen. We gaan voor jou zorgen. Eigenlijk zeggen: Ruth, je bent welkom. Ik begrijp jou en we gaan voor jou zorgen. En dat is eigenlijk wat de kerk zou moeten zeggen tegen mensen die in de kerk komen. Hey, je bent welkom. We begrijpen jou, we snappen jouw achtergrond, we snappen jouw problemen, we snappen de issues waarmee je zit en we gaan jou helpen. Dat is eigenlijk wat we als kerk zouden moeten kunnen zeggen. En weet je, medeleven is niet makkelijk, omdat het afstand doen is van onszelf. Het is geen selfies meer, het is afstand doen van onszelf, van onze situatie, van onze pijn, van ons verdriet, van ons inzicht, van ons begrip over een bepaalde situatie. Het is eigenlijk, medeleven is eigenlijk meevoelen in plaats van te oordelen. Het is luisteren in plaats van jouw verhaal te vertellen. Het is bidden voor hun noden voordat je begint met te bidden voor jouw noden. En medeleven is niet makkelijk, maar ik ben een man van studies, ik kom uit de marketing, heb vroeger veel marktonderzoek gedaan en ik hou van studies. En weet je, psychologen hebben
iets bestudeerd en ze hebben bestudeerd het effect van medeleven. Mensen die medeleven geven. Wat is het effect op mensen die medeleven geven op die mensen zelf? Als ik medeleven geef, wat doet dat bij mij? En ze hebben twee groepen gemaakt, mensen die meeleven en een controlegroep, zo doen we dat bij onderzoek. En ze zagen dat mensen die meeleven met andere mensen zijn gelukkiger, hebben meer voldoening en zijn gezonder. Dus daar zit ook iets voor jou in. Als je gaat meeleven met andere mensen, dan ga je gelukkiger zijn, ga je meer voldoening hebben, ga je gezonder zijn. En de ratio van mensen met depressies was veel lager bij de mensen die meeleefden dan bij mensen die niet meeleefden. Heel, heel opmerkelijk. Dus laat ons vrijgevig zijn door medeleven. Op ons werk, op de universiteit, in het gezin, in de kerk, in onze teams. Laat ons vrijgevig zijn met medeleven. Maar we lezen verder in het verhaal van Ruth. En Ruth maakte een diepe buiging en zei: waarom bent u zo vriendelijk voor mij, Boas? Waarom zorgt u zo goed voor mij, Boas? U kent mij helemaal niet. En Boas zei: ik heb veel over je gehoord en ik weet hoe goed je voor Naomi geweest bent na haar dood. Dat dood van je man. Ja, sorry. Dat vinden ze grappig, hè? Als ik een mopje vertel, oh nee, dan lachen we niet. Maar als ik mij misspreek, dan gaan we lachen, ja. Dank je wel. En hij zei, je hebt je vader en je moeder en je geboorteland verlaten. En je bent met Naomi meegegaan naar mensen die je helemaal niet kende. En de God van Israël zal je daarvoor belonen. Bij hem heb je hulp gezocht. Hij zal jou beschermen. Het tweede wat Boas had qua vrijgevigheid, is hij was vrijgevig met complimenten. Hij was vrijgevig met complimenten. Kijk, hij zei: ik weet, zegt hij, je hebt je vader en je moeder en je geboorteland verlaten. Ik weet hoe goed je bent geweest voor Naomi na de dood van je man. Hij zei: ik weet wat je hebt betekend voor Naomi. Ik weet wat je hebt gedaan. Hij complimenteerde haar met de steun die zij had gegeven aan haar schoonmoeder. Ik ga geen grapjes maken over schoonmoeders. Dat ligt te veel voor de hand en ik heb een goede schoonmoeder, dus ik hoef daar geen grapje over te maken. Maar hij zei: ik weet wat je gedaan hebt. Je vader, je moeder, je vrienden, je geboorteland, alles wat je kende, alles wat je had achtergelaten voor iemand anders. Niet voor je mama, voor je schoonmoeder. En nogmaals, geen mopjes over schoonmoeders. En je bent met Naomi meegegaan naar mensen die je helemaal niet kende. Je kende er niemand en je besloot het risico te nemen. Kijk, het is makkelijker om te blijven waar je bent, waar je iedereen kent, waar het veilig is. Maar je hebt je comfortzone verlaten, je bent weggegaan uit je land, je hebt risico's genomen met het oog op iemand anders. En Boas zei ook: bij hem, bij God heb je hulp gezocht. Bij God heb je hulp gezocht. Kijk, zij kwam uit Moab. Zij diende afgoden. Maar blijkbaar heeft zij op een gegeven moment besloten God te volgen, toen ze ook Naomi volgde, terug naar Bethlehem. En Boas zegt: ik complimenteer jou, want je bent God gaan vertrouwen in plaats van de goden die je eigenlijk kende. Boas was een bemoediger. Boas was een bemoediger. Boas zei: Ruud, je bent een mooie vrouw. Je bent een mooie vrouw. Je hebt een mooie ingesteldheid. Je hebt je volledig weggecijferd voor je schoonmoeder. Het is prachtig wat je gedaan hebt. Het leven is hard voor je geweest, maar je houdt van God. Je hebt op hem vertrouwd. Je bent echt een mooie vrouw. En Boas bemoedigde haar. En hey, zij kon wel wat bemoediging gebruiken. Zij had haar schoonvader verloren, ze had haar man verloren, ze had haar schoonbroer verloren, ze had haar land achtergelaten, ze was in een vreemd land waar ze eigenlijk buiten gekeken werd. Ja, zij kon wel wat bemoediging gebruiken en Boas was een bemoediger en hij schatte in de waarde dat Ruth had gedaan voor Naomi. Hij complimenteerde haar in het openbaar. Het was fantastisch wat hij deed en het was fantastisch dat hij inzag dat Ruth wel een compliment kon gebruiken en wel wat dank kon gebruiken, appreciatie kon gebruiken. En we kunnen het allemaal gebruiken, toch? Appreciatie, dank, complimentje. En ho, wat zijn we daar toch slecht in, wij Vlamingen? Wat zijn we toch slecht in om complimentjes te geven? En ja, steek maar niet te veel boven het maaiveld uit. Hè. Doe maar gewoon, dat is al gek genoeg. En we houden van de underdogs, maar zo slecht in complimenten geven. En ook in de kerk vaak.
Vaak als christen vinden we het moeilijk om complimenten te geven, want als je er eentje geeft, dan denk je van ja, maar ja, God moet toch de eer krijgen. Doe ik dan geen zonde door een compliment te geven? En diegene die het ontvangt, die heeft zoiets van, oh, dit is awkward, want moet ik nu zeggen, dank je wel? Of moet ik nu zeggen, ja, aan God alle eer? Dus dan zit je zo in een soort moeilijke situatie, dus je weet niet hoe het er moet mee omgaan. Maar hey, weet je, als je de brieven van Paulus leest, die complimenteerde zijn mensen, hoor. Die complimenteerde die kerk, die dankte zijn kerk, die dankte zijn medewerkers. Die dankte ook Marcus, die hem ooit in de steek had gelaten. En zei, ja, ik heb een geweldige medewerker aan hem. Dus laat ons niet bang zijn. Laat ons mensen complimenteren, oprecht en gemeend en to the point. Kijk, we hebben allemaal kwaliteit, we hebben allemaal talenten. En die hebben we gekregen van God, hands down. Die hebben we gekregen van God. Daar hebben wij geen eer aan. Maar als we iets doen met die talenten, als we die inzetten, als we hard werken, mogen we toch een complimentje krijgen, mogen we toch eens dank krijgen. Die zijn mensen die om 7:15 elke zondag beginnen alles op te bouwen. Mogen die mensen toch danken, mogen die mensen toch complimenteren van hey, top dat je dat doet, top dat je dat doet voor ons. Er zijn mensen die, we zijn denk ik nu 12 weken bezig, die meer in het kidslokaal hebben gezeten dan in de samenkomst. Dan mogen we toch zo, hey, chapeau voor wat je doet. Je hoefde dat niet te doen. Dank je dat je dat doet. Dank je dat je dat doet voor de kinderen. Dank je dat je dat doet voor de ouders. Dank je dat je de weg cijfert voor anderen. Dan mogen we toch een complimentje geven. Mogen we toch dank geven. En dus laat ons wederom, laat ons vrijgevig zijn met complimenten. Laat ons vrijgevig zijn met dank en met appreciatie. Mensen verdienen dat. En we gaan verder in Ruud 13. Ruud zei, dank u wel. Dank u wel. Ik werk niet eens voor u en toch bent u zo vriendelijk voor me. En nu hoef ik me geen zorgen meer te maken. En toen het etenstijd was, schafttijd, zei Boas tegen Ruud, kom maar hier en eet wat brood en drink wat wijn. En Ruud ging bij de knechten en de vrouwen zitten. Boas gaf haar brood. En Ruud at tot ze genoeg had. En ze hield zelfs nog wat over. Boas was vrijgevig met gastvrijheid. Boas was vrijgevig met gastvrijheid. Hij zei, kom bij ons zitten. Kom bij ons zitten. Eet, drinkt. Kijk, Boas zei niet van, ja, lap, het is hier nu juist zo gezellig met ons clubje en ik kom weer een vreemde binnen en die is zelfs nog niet van hier en ik hou niet van vreemde mensen en het is zo leuk. Nee, hij zei, hey, kom erbij, we gaan wat vrienden maken. Ik ga je aan wat mensen voorstellen, dat je kunt integreren in de stad, dat je thuis voelt in deze groep, dat je fijn voelt hier. En pak iets om te eten, pak iets om te drinken. Het is echte gastvrijheid, gastvrijheid. En gastvrijheid is meer dan mensen graag bij jou thuis ontvangen. Kijk, je moet waar krijgen voor je geld, dus ik stop er altijd een Grieks woord in. Ook voor de mensen op YouTube, je krijgt zeker waar voor je geld, want u betaalt niks. Maar het Grieks voor gastvrijheid is philoxenox. En philo is eigenlijk vriend en xenos is eigenlijk het vreemde, dus je bent vriend van het vreemde. Ja, dus het betekent eigenlijk houden van vreemdelingen. Gastvrijheid betekent houden van vreemdelingen. Vrijgevig zijn naar gasten. Vrijgevig zijn naar gasten. En dat is iets wat we proberen in praktijk te brengen in deze kerk. We willen heel gastvrij zijn naar mensen die nog nooit naar de kerk zijn geweest of naar mensen die voor het eerst naar deze kerk komen, die misschien wel al naar een kerk zijn geweest. Maar onze eerste doelgroep is mensen die nog nooit naar de kerk zijn geweest. En we willen hen behandelen als onze gasten. We willen heel gastvrij zijn. En alles wat we doen is daarop gericht. Daarom hangen we overal van die oranje pijlen. En daarom hebben we marking... het is echt mijn dag niet vandaag. Knip er dan maar uit. En daarom hebben we mensen op de parking staan, in de kou en in de regen, die jou begroeten, die jou welkom heten, die zeggen, het is langs daar. Daarom zijn er mensen die aan de deur die jou verwelkomen, die zeggen, hey, je bent welkom, we verwachten jou, kom binnen. Daarom doen we alles wat we hier doen. Daarom hebben we espresso-koffie. Op het einde van de dienst en niet gewoon een filterkoffie, omdat we een goede koffie willen aanbieden. Thank God for God coffee. Maar ja, we willen in alles wat we doen, willen we gastvrij zijn. We willen mensen in de watten leggen. Dat is wat we willen doen. En ons motto was altijd van in het begin, op zondag zijn we er voor onze gasten. Op zondag zijn we er voor onze gasten, niet voor elkaar. We hebben elkaar een week niet gezien, maar we zijn er voor onze gasten. We willen hen in de watten leggen, we willen hen met hen een praatje maken als ze daaraan toe zijn. Maar we willen ook gastvrij zijn in de zin als je anoniem wil komen en je wil terug naar huis zonder iets te zeggen, is dat ook fijn voor ons. Wat jij wil, wat jij wil.
Maar we zeiden altijd, we willen er zijn voor onze gasten op zondag. En in de wijk, in onze connectgroepen, in onze kleine groepen, zijn we er voor elkaar. En dan gaan we met elkaar praten, dan delen we het leven met elkaar. Maar het is op zondag willen we er zijn voor onze gasten. Wij willen graag gastvrij zijn als kerk. En laat ons gastvrij zijn als kerk. En het laatste stuk dat we gaan lezen. Na het eten, na de maaltijd, ging Ruth weer aan het werk. Boas zei tegen de knechten, laat daar overal koren verzamelen. Zeg er niks van. En jullie moeten juist wat extra koren voor haar laten liggen. Vrijgevig met wat hij bezat is het laatste punt. Boas was vrijgevig met wat hij bezat. Boas was wat Paulus zou noemen in 2 Korintiërs, een blijmoedige gever. Hij gaf met plezier. Hij zei, laat haar maar. Laat haar maar overal koren verzamelen. Zeg er niks van. Als ze meer neemt dan normaal is, no worries. Laat haar maar, zeg er niks van, maak er geen opmerking over. Integendeel, zorg ervoor dat ze nog wat extra's heeft. Zorg ervoor dat ze nog wat extra's kan meenemen. Kijk, waarom wil God dat we delen? Waarom wil God dat we delen? Omdat God heeft ons voorzien en misschien zijn wij geplaatst om weer te voorzien aan anderen. God heeft misschien aan ons voorzien omdat wij zouden voorzien aan anderen. En vaak blijven we zitten op onze zegen en van, nou, dank u Heer wat u voor mij hebt gedaan. En we blijven erop zitten, maar eigenlijk zijn wij vaak voorzien omdat we voorzien kunnen aan andere mensen. En dat is wat Paulus ook zei in 2 Korintiërs. Hij zei, ja, hij, God geeft zoveel, dat u altijd veel kunt weggeven. Hij geeft zodat u kunt weggeven. En wanneer wij uw gift brengen aan hen die tekort hebben, zullen zij God danken en prijzen voor uw hulp. Weet u, het is de vrijgevigheid van mensen in deze kerk. Het is de vrijgevigheid van andere kerken geweest. Het is de vrijgevigheid van andere gelovigen geweest die ervoor zorgt dat deze kerk kan bestaan. Zonder de vrijgevigheid van mensen in ons launchteam, zonder de vrijgevigheid van mensen in het buitenland die ons gesteund hebben, in het binnenland die ons gesteund hebben, had deze kerk niet bestaan. En weet je, wij willen ook vrijgevig zijn als kerk. En ik zeg dit nu niet om ons op de borst te kloppen, maar omdat ik wil dat jullie weten wat er gebeurt met geld dat jullie ook investeren in deze kerk. Dus wij hebben van in het begin ons gecommit dat we 10% van onze inkomsten, niet wat er overblijft op het einde van de maand na de kosten aftrekken, dat zijn heus best wel wat kosten, maar 10% van onze inkomsten geven wij weg voor goede werken in de stad. Geven wij weg aan andere kerken om kerken te starten, aan organisaties die goede dingen doen in dit land of in het buitenland. Daar hebben we op ons gecommit. En ook toen we aan het fundraisen waren en toen we geld ophaalden, zeiden we van in het begin tegen iedereen die ons was steunen, alles wat je geeft, 10% gaan we zelf weggeven. 10% gaan we zelf weggeven. Ook al betekent dit dat we ons budget niet rondkrijgen, ook al betekent dit dat we dingen tekort gaan komen, dat we misschien zaken niet gaan kunnen kopen, 10% geven we sowieso weg. We committen ons omdat we een vrijgevige kerk willen zijn. En Boas was een vrijgevig man. En Boas gaf meer dan wat nodig was. Meer dan wat God eigenlijk in het Oude Testament had gevraagd aan Boas als landbouwer om te geven. Hij gaf extra's. En vaak geven wij van onze overschotjes. Maar Boas gaf van wat hij... Ja, extra. Meer dan zijn overschot. Dus niet wat er op het einde van de maand overbleef na zijn kosten, maar hij gaf extra. Hij gaf extra. En weet je, wij Vlamingen en Belgen, wij zijn niet zo'n gevers. Of het nu in de kerk is of buiten de kerk. Een onderzoek naar liefdadigheid, schenken van liefdadigheid. Als een Belg 1 euro geeft aan liefdadigheid, geeft een Nederlander, ja, danken we de Nederlanders, die geven 10 keer zoveel. Die geven die 10 euro. Voor elke euro die een Belg geeft per persoon, geeft de Nederlander 10 euro. Maar klop je niet zelf op de borst, Nederlanders, want de Britten geven zelfs 14 euro. Heb ik er nu 14 opgezet? Ja. 14 euro. 14 keer meer dan wij geven. 14 keer meer. Nederlanders 10 keer meer en Britten geven 14 keer meer dan ons. Laat ons een verandering brengen. Laat ons vrijgevig zijn. Als christen zouden we een voorbeeld moeten zijn in vrijgevigheid. Alle soorten vrijgevigheid, maar ook waar het ons meeste pijn doet, in onze portemonnee. Laat ons daar een paar euro's bij zetten. Laat ons als christen een impact hebben op de maatschappij en daar een paar euro's bij zetten. Maar wat betekent dit nu, vrijgevigheid?
Hoe gaan we daarmee aan de slag? Hoe moet het verder? Kijk, onze themavers zei dat God wil als vrije mensen leven om met liefde voor elkaar te zorgen. Paulus zegt, gebruik vrijheid voor liefde. Gebruik vrijheid voor liefde. Gebruik vrijgevigheid voor liefde. Gebruik vrijgevigheid voor liefde. Kijk, dat is eentje om mee te nemen naar huis, om over na te denken. Je kan vrijgevig zijn zonder lief te hebben. Je kan niet lief hebben zonder vrijgevig te zijn. Je kan vrijgevig zijn zonder lief te hebben, maar je kan niet lief hebben zonder vrijgevig te zijn. Dus daarom, laat ons meer medeleven tonen met mensen. In de kerk, op het werk, op de universiteit, waar je ook bent. Laat ons meer medeleven doen. Laat ons vrijgevig zijn met medeleven. Laat ons meer complimenten geven. Hey, hoe je dat aanpakt, knap. Wauw, dat jij je wegcijfert, knap. Hey, hoe jij dat aanpakt, chapeau. Laat ons meer complimenten geven. Laat ons meer gastvrij zijn, als kerk. Of thuis, of op je kot, of op waar dan ook. Laat ons gastvrij zijn. Zeg, hey, kom erbij. We zijn niet exclusief, we zijn inclusief. We willen mensen erbij nemen. Hey, je bent welkom. Jij bent ook welkom. En laat ons meer geven van onze rijkdom. We hebben allemaal rijkdom. Kijk, zelfs als je geen baan hebt en je hebt werkloosheidssteun, dan mag je nog blij zijn dat je in een land leeft waar je werkloosheidssteun hebt, toch? Er zijn veel landen waar dat niet is. Dus we hebben altijd rijkdom. En ik kan me niet van de indruk kunnen doen dat als we dit in praktijk brengen, als we meer vrijgevig worden, als we meer medeleven, meer complimenten, meer gastvrij, meer geven van onze rijkdom, dat het imago en het gezicht van het christelijk geloof, van de kerk, van God wel eens zou kunnen veranderen. Want ik denk, als we dit in praktijk brengen, dat we bereiken wat Jezus eigenlijk bedoelde dat onze uitstraling had moeten zijn, als we lezen in het Nieuwe Testament. Kijk, hij zei, als er liefde onder jullie heerst, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Als er liefde onder jullie heerst. Dat zijn niet als er veel gebed onder jullie heerst, als er veel kennis onder jullie heerst, als er veel perfecte levens onder jullie heerst. Nee, hij zei, als er liefde onder jullie heerst, dan zullen mensen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En liefde uit zich onder andere in vrijgevigheid. Liefde uit zich onder andere in vrijgevigheid. En weet je, als je vrijgevig bent, het is nooit nutteloos. Vrijgevigheid is nooit nutteloos. Vrijgevigheid is bijzonder krachtig. En het heeft de kracht om één persoon, één gezin, één familie, één stad, één land en de wereld te veranderen. Want buitengewone vrijgevigheid is buitengewoon krachtig. Vader, we danken u omdat u goed bent. We danken u omdat u een vrijgevig God bent. Die bijzonder van ons houdt. Vader, u hebt uw zoon gegeven. En u zegent ons elke dag met veel zegeningen. En wij zijn u heel dankbaar. Heere, help ons om zelf ook vrijgevig te worden. Heere, wat ook de reden is waarom we het niet zijn, of dat we nu bang zijn, het moeilijk vinden, weinig geloof hebben. Heere, help ons over die drempel. Help ons om vrijgevig te zijn. Help ons om onze liefde te tonen aan onze medemens in vrijgevigheid. In de kerk, buiten de kerk, in het gezin, op het werk, in de universiteit. Heere, leid ons, zegent ons, zalft ons, helpt ons om beslissingen te nemen, om vrijgevig te zijn. Om u te dienen en anderen te dienen. Door vrijgevigheid.